Nee, dit is niet Amerika, dit is Tilburg. Gisteravond werd ook hier, op de Fontes Hogeschool voor de Journalistiek, een election night gehouden. Want voor aankomende journalisten zijn de Amerikaanse verkiezingen natuurlijk ook een erg belangrijk onderwerp. We wanna be Americano, Americano, Americano. Laten we nu correspondent Sarah Duijfels aan boord. Dan komt dit even applaus voor Sarah. We hebben een misbij gewoond. Speciaal voor de verkiezingen zijn er 6 studenten afgereisd naar Amerika om vanuit daar verslag te doen van de verkiezingen. Ze maakten al verschillende bijdragen op internet en vanavond staan ze dus live in verbinding met de kantine van hun eigen school. We hebben 4 studenten in Richmond, Virginia zitten. Die gaan daar momenteel, zijn hier correspondent voor ons. Het is heel erg leerzaam. De laatste tijd zijn de verkiezingen veel in het nieuws geweest. En misschien over 4 jaar maken deze journalisten zelf de berichten over Amerika. Het heeft een grote functie omdat het gewoon een internationaal... Kijk, de wereld is zo enorm klein geworden. Zelfs de verkiezingen in Congo zijn van belang voor Nederland. En de winnaar op de Fontes Hogeschool voor de Journalistiek... 13 mensen hebben gestemd op John McCain en 123 op Obama.